In een tijdsbestek van 4 jaar moderniseert Flevoland 13 bruggen en 11 sluizen. Een ingewikkeld project waarbij het draait om veiligheid voor het wegverkeer, de scheepvaart en natuurlijk de bewoners. Het beweegbare deel van een brug noemen we de brugklep of ook wel brugval. In Flevoland gaat het in alle gevallen om een brugval dat omhoog draait. Dit noemen we een basculebrug. En ondanks dat alle bruggen wat dat betreft hetzelfde zijn, verschillen ze toch onderling. Omdat Flevoland in 3 fases is aangelegd. En daarmee verschillen de bruggen in de Noordoostpolder dus echt wel van de bruggen in Almere. Het verschil bij de bruggen is de locatie van het contragewicht. Iedere brug heeft een contragewicht dat even zwaar is als het brugval. En het contragewicht zorgt ervoor dat het minder energie kost om de brug te openen en te sluiten. Soms is een contragewicht zichtbaar, zoals hier bij de Arie de Witbrug op Urk. Het komt ook voor dat het gewicht niet zichtbaar is bij de brug. Dan zit het weggewerkt onder de brug zelf en dat zorgt voor minder onderhoud. Dat is bijvoorbeeld zo bij de Urkensluis, maar ook de Voorstensluis en bij de Friesensluis in Lemmer zit het gewicht weggewerkt in de zogenaamde basculekelder. Een brugval kan om verschillende redenen worden vervangen. De belangrijkste reden is veiligheid. Een brug slijt en kan soms ook vervormen. Daardoor kan het zijn dat de aansluiting niet meer optimaal is. Wanneer je dan met je fiets of de auto over de brug gaat, dan voel je en hoor je dat. Een brugval van staal heeft een technische levensduur van ongeveer 80 jaar. Maar dan moet je het wel goed beschermen, of conserveren, zoals dat in vaktaal heet. Want het moet natuurlijk bestand zijn tegen alle weersinvloeden, maar bijvoorbeeld ook tegen het zout dat in de winter gestrooid wordt. Als het onderhoud aan de brug niet op orde is, dan kunnen zwakke plekken ontstaan en kan de brug gaan roesten. Daarom wordt een brug af en toe helemaal opnieuw gestraald. Het staal wordt dan kaal gemaakt en we maken de brug weer helemaal mooi van de voorbehandeling tot en met het aflakken. Ook de slijtlagen op de brug, zoals het asfaltlaagje, worden zeer regelmatig vervangen. Dit heeft ook te maken met het verkeer dat over de brug rijdt, want de afgelopen jaren is het verkeer hard gegroeid. Er rijdt niet alleen meer verkeer, maar vooral ook zwaarder verkeer. En dat heeft zijn impact op de bruggen. Naast het gebruik van hout en staal kijken we ook naar de mogelijkheden om duurzamere materialen te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld composiet. Composiet wordt al langer gebruikt bij stijgerplanken, omdat het een onderhoudsvriendelijk en duurzaam materiaal is. Iedere brug is uniek. En afhankelijk dus van het materiaal, de locatie en de historie, kiezen we voor elke brug een eigen aanpak.